Bij de opening vanochtend was de 75-jarige wielrenner Dirk de Vries uit Noord-Holland aanwezig. Hij maakte de afgelopen jaren intensief gebruik van het fietspad. Op 31 augustus hoopt hij zijn 1000ste tour rond het IJsselmeer te fietsen. Toen het fietspad was afgesloten, maakte hij gebruik van de pendelbus die was ingezet door Rijkswaterstaat. Toen in september 2017 bekend werd dat het dicht zou gaan, toen ben ik een week helemaal van de leg geweest. Want hoe moet dat nu verder? En toen heb ik een mailtje gestuurd naar Rijkswaterstaat en binnen een paar dagen had ik al antwoord van wat bent u met een fantastisch project bezig. Van we gaan er alles aan doen om dat toch tot een succes te maken. En daar is er dus uit gekomen toen dat er een taxidienst is ingeschakeld. Heeft u daar gebruik van gemaakt? Alle keren. Alle keren, ja. Want u bent bezig met eigen project, hè? Ik ben bezig met het project 1000 rondjes IJsselmeer. Dus elke keer als ik om het IJsselmeer ging, moest ik met die taxi mee. En die taxi, ofwel de pendeldienst, heeft volgens Rijkswaterstaat 7000 fietsers vervoerd. De Fietsersbond had kritiek op de afsluiting van het pad, maar is nu blij dat het eindelijk weer open is. Het fietspad is belangrijk omdat we als recreanten daar heel veel gebruik van maken. Er zijn heel veel mensen die dat rondje fietsen in Noord-Holland. En voor het woon-werkverkeer is het ook erg belangrijk, want er zijn mensen die in West-Friesland wonen en op deze manier toch op de fiets naar hun werk kunnen. Sinds december 2017 was het fietspad dicht. Rijkswaterstaat had het nodig om materialen te vervoeren voor de versterking van de Houtripdijk. De werkzaamheden aan de dijk zijn onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma. Zo is 7,4 miljard euro beschikbaar gesteld om onder meer de dijken te versterken, zodat die zware stormen kunnen weerstaan. Deze dijk zorgt ervoor dat alle dijken rondom het IJsselmeer en het Markermeer 2 meter minder hoog hoeven te worden. Omdat je een hele grote bak water, hè, het Markermeer en het IJsselmeer, dat deel je in tweeën. En doordat je het in tweeën deelt, is bij een hele zware storm, hoeven aan de randen de dijken minder hoog te zijn. Dus dit is een hele belangrijke dijk, terwijl niemand dat eigenlijk beseft vanuit waterveiligheid. Want je hebt links water en rechts water. En toch is het een hele belangrijke dijk. En daarom stoppen we er ook een heleboel geld in om hem zeg maar goed veilig te krijgen, ook voor de toekomst. Begin volgend jaar zijn de werkzaamheden klaar. De versterking van de Houtripdijk heeft bijna 90 miljoen euro gekost.